Energieleverancier Antagas merkt dat steeds meer bedrijven en inwoners in het Nijmeegse buitengebied van het aardgasnetwerk afgaan en overstappen op een eigen propaangastank. Dat deze alternatieve energievoorziening een stuk voordeliger is, heeft een duidelijke oorzaak. Het is heel simpel, omdat het Antagas propaan zeg maar niet door de pijp van Poetin komt. Dus Antagas haalt de propaan uit de raffinaderijen in Botlek, in Rotterdam, en bij de importterminals. Dus het gas wat wij gebruiken komt niet via Rusland. Dus kan wereldwijd aangevoerd worden naar die afvallocaties. Dus we zitten niet echt gebonden aan die aardgasprijzen, zoals voornamelijk dus gerelateerd zijn aan het Russische. Ja. Helaas zijn deze tanks alleen bestemd voor het buitengebied. Voor een plaatsing gelden er natuurlijk strikte veiligheidsvoorschriften. Tanks kunnen nagenoeg nooit binnen de bebouwde kom. Het is altijd normaal gesproken het landelijke buitengebied. Dat een tank, ook omdat je met een tank, dus een tankwagen moet hebben om die te leveren, heb je ruimte nodig, de afstanden, de veiligheidsafstanden tot de bebouwde gebieden eromheen. Zodat eventueel als er iets zou gebeuren, de tank niet te warm wordt. Kijk, ik stook thuis op aardgas. En ik weet eerlijk gezegd niet, de verwarming zal nu wel toch wel aanstaan. Ik weet de gasprijs die ik exact aangereikt krijg niet. Op het moment dat ik een propaantank zou krijgen, dan weet ik de prijs op het moment dat het geleverd wordt. En ik heb een controle over die voorraad. Ik heb eigenlijk mijn eigen aardgasbel, maar dan in propaan. Dus ik kan op mijn tank kijken hoeveel zit er nog in, hoe lang kan ik er nog mee doen. Tikje zuiniger, tikje minder zuinig bij wijze van spreken. Dus je hebt er totale controle op. Hoewel het vroeger zo was dat propaangas plaats moest maken voor aardgas, is het nu andersom. Aardgas trekt langzaam terug en waar dat mogelijk is, wordt er meer gebruik gemaakt van propaan. Eigenlijk is het de ideale transitiebrandstof. En daarna komt er ook groene varianten aan. Daar zoals er ook groene componenten aan benzine zitten. Groene componenten nu aan kerosine worden toegevoegd. Zo komen er ook een groene variant van propaan op de markt binnenkort. Ja. Misschien niet voor het standaard huis. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje de meer bijzondere huizen. Die moeilijker wil je ook de karakter van het huis niet aantasten. Dan zal er toch misschien toch gas nodig zijn om dit te kunnen verwarmen. Eigenlijk propaangas, het soort Zwitserse zakmes. Het kan overal voor gebruikt worden. Ja.